We staan voor de Mobiel Media Lab. Wat is dat precies voor lab? Ja, dat is een hele grote vrachtwagen wat u achter mij ziet. En die wordt eigenlijk ingezet in heel Nederland. En wij hebben hem vandaag geclaimd voor Almelo. Nou, de enquête die wij dus, niet van Wendy, maar die wij dan daarnaast laten invullen, dat gaat vooral hoe mensen webcare ervaren bij de politie. Wij zijn vorig jaar begonnen met Webcare Team Twente. Daar waren we vrij uniek in Nederland. Het was het eerste webcare team. Inmiddels is IJsland ook zover. En gaan we ook verder kijken in Nederland van, kunnen wij webcare bieden als politie? Dat houdt in dat mensen die bijvoorbeeld op Facebook zitten, op Instagram of op Twitter, dat zij via dat middel heel snel contact kunnen krijgen met een politieagent, een agent die normaal op straat ook is, om daar bijvoorbeeld problemen neer te leggen of vragen te stellen. En dan wordt er eigenlijk vrij snel geantwoord. En ja, dat doen wij vanuit Hengelo. Ja, je hoort het al, het is best wel een drempel, dat hoor ik hier ook in de omgeving van, oh, ik moet de politie bellen. Maar ja, dan krijg je heel veel vragen, hè, van, men wil eigenlijk alles weten. Als je op webcare, dan zit je in je eigen vertrouwde omgeving, je zit achter Facebook, je krijgt vrij snel contact. En die drempel die is inderdaad veel lager, omdat mensen, ja, er zijn zoveel mensen die op webcare of op Facebook zitten. Ik doe een promotieonderzoek aan Universiteit Twente in sociale psychologie. Okay. Waaruit bestaat dat onderzoek precies? We doen onderzoek naar de meldingsbereidheid bij een programma zoals Onder de Loep, wat dus de lokale versie is van Opsporing Verzocht. En dan kijken we hoe mensen naar zo'n programma kijken, waar ze op letten. Dan krijgen ze ook een eye-tracking bril op, dus we kunnen precies zien waar hun pupillen naar kijken. Okay, en heb je al een beetje ontdekt waar mensen in het algemeen naar kijken? Nou, dat kunnen we pas later analyseren. Maar we hebben ook de dader die in het filmpje voorkomt echt hier op het plein staan. Dus dan kijken we of mensen die dader nou herkennen of niet. En daaruit blijkt dat het vrij moeilijk is om zo'n dader op straat te herkennen die ze net gezien is. In welke richting denk je zou het onderzoek gaan? Ik denk dat het uitkomt dat mensen, als ze emotioneel betrokken zijn, dat ze sneller de dader ook zullen herkennen. En sneller, ja, meer betrokken zijn en eerder zullen melden. Maar ja, dat zijn nog hypothesen. Buurtpreventie wil zeggen dat we met een team, hebben we samengesteld, door de wijk gaan bij ons. We kijken van... We stellen ons in verbinding met de politie. Op het moment dat we wat waarnemen, nemen we contact op met de politie. En die gaat vervolgens het overnemen en wij kijken gewoon van, waar is wat nodig? Wie of wat is Badje? Badje is inmiddels een volleerde politiehond, maar is in Almelo bekend geworden als de politiepup. En mijn dochter die was helemaal gek van Badje. Die zegt, mam, daar moet jij wel op reageren. En ik denk, ja, dan moet ik wel een unieke reden bedenken. Nou ja, toevallig ben ik schrijfster, dus ik zei van, ik kan wel een boek over Badje schrijven. En dat was reden genoeg. Dus wij zijn daar geweest tot grote vreugde van mijn dochter. Ja, en als je wat belooft, moet je dat doen. En zo is Badje er gekomen.